Yannick Ferreira, deze wedstrijd hadden we moeten winnen. Als je de match bekijkt, zeker. We waren positief, we hebben veel kansen gecreëerd, prachtig gespeeld soms. We geven één kans weg, één corner weg op de hele match. En op die corner krijgen we die doelpunt tegen. Hoe kwam dat eigenlijk? Die man stond helemaal alleen. Ja, het is een combinatie dat ze gedaan hebben, die goed gespeeld was van hun. En wij waren niet alert genoeg en daardoor was die man vrij in onze backlijn. Dus het is een dekkingfout van ons, langs de andere kant goed gespeeld van hun. Maar eerst mochten we die corner zeker niet weggeven. Nu, dat is gebeurd, nu moesten we gewoon blijven verder doen. We hebben dat gedaan, terecht en verdiend in de match teruggekomen, 1-1. En dan de penalty gemist en de 2-1 is niet gevallen. Ja, die eerste helft zeer goed gecombineerd, kansen gecreëerd. Daar kan u tevreden over zijn? Helemaal. Ik kan aan de spelers niet veel verwijten. Alleen dat de doelpunten niet gevallen zijn. Maar we hebben gewerkt. We hebben een mooie mentaliteit laten zien. De supporters waren trouwens heel positief ook na de match. Met de negatieve resultaten waren ze toch positief. En wij ook. Veel meer kunnen we niet doen. Alleen scoren. Waarom moest Jury de penalty nemen? Greg was aangeduid als eerste, maar Greg was niet meer op het veld op dit moment. En Jury was de tweede aangeduid om te trappen en daarom heeft hij getrapt. Het is eigenaardig, in Roeselare hebben we ook een penalty gemist, hè? Toen was het Aulat. Ja, het was toen Aulat. Vandaag dukke vier, maar oké. Ik hoop dat we de ziekte van Anderlecht niet krijgen voor de penalties. Wat is er met Dimi en met Davy Scholle? Dimi heeft iets gevoeld aan zijn knie. Hij sukkelt al een paar weken met zijn knie. Het ging veel beter die laatste 10, 15 dagen. Nu heeft hij vandaag terug pijn gevoeld en hij kon niet meer sprinten. En Davy in een botsing, in een contact, heeft hij zich pijn gedaan aan zijn schouder. Maar ik hoop voor hun en voor de ploeg dat het niet te erg wordt. Wat onthouden we voor de volgende match? Dat we met dezelfde mentaliteit moeten laten zien, dat we met dezelfde inzet en positiviteit moeten spelen. En we gaan uiteindelijk nooit ver van de overwinning zijn als we altijd zo goed spelen. Oké, dankjewel.